Luister eens, als ik geen jeuk heb, dan heb ik toch ook niet iets nodig om mee te krabben. Dan moet je met me mee eens zijn, toch? Mooi! Waarom gaan dan toch zoveel ondernemers op pad met hun producten en hun diensten om dat aan te bieden aan andere mensen die nog niet echt inzien dat ze misschien wel jeuk hebben, of jeuk gaan krijgen, of met andere woorden? Waarom zijn er zoveel ondernemers die vanuit eigen perspectief iets gaan verkopen? Terwijl andere mensen daar wellicht helemaal nog niet op zitten te wachten. Omdat ze niet inzien dat ze een probleem hebben. Of dat ze niet inzien dat ze een behoefte hebben die bevredigd moet worden. En dit is precies waar we het over hebben als het gaat om de waardepropositie. Ik ga zo nog even wat hierover vertellen. Want dit ligt er wel mee in lijn. Dit is iets heel leuks. Dus blijf nog heel even kijken. Maar even terug naar het fundament van het bedrijf. De komende tijd ga ik veel meer van dit soort video's opnemen. Ik heb er al een paar in het fundament van. Jou ja, als persoon. Dit is echt eentje, een klassieker als het gaat om een heel belangrijk, onmisbaar onderwerp binnen het absolute fundament van het bedrijf. Ik heb het hier over de waardepropositie. En een tool is een waardepropositie canvas. Ik heb zo nog wel wat voor je, zodat je daarmee aan de slag kan gaan. Maar, weet je joh, dit is, het is bijna pijnlijk om te vertellen, maar... Ik ga het wel doen en misschien kijk jij dit nu en ga je dit voorbeeld herkennen, want misschien voel je je aangesproken. En dat is oké. Okay. Doe daar niks mee, als in geen verhalen in je hoofd creëren vanuit dat reptielenbrein waar we het over hebben gehad. En ga er gewoon mee aan de slag. Vaak, acht van de tien keer, als ik met mensen in een eerste kennismakingsgesprek ben, dan stel ik bijna altijd als eerste vraag: Hey Piet, kan je mij eens vertellen wat het precies is wat jij doet voor wie? Dus ik vraag dan naar de waardepropositie. Of met andere woorden, wat verkoop jij precies voor wie. Of welke variant ik dan ook maar stel. En dan krijg ik een verhaal. En vaak acht van de tien keer is dat een tra traanblaartrekkend, zou ik bijna kunnen zeggen, lang verhaal. En dat hoeft niet per se erg te zijn. Alleen in dit geval is dat het vaak wel. Ik laat iemand dan wel uitspreken, want het is geniaal om gelijk als coaching voorbeeld, als coachingcasus te pakken in zo'n gesprek. Want op het moment dat iemand zoveel woorden nodig heeft om duidelijk te maken wat het eigenlijk precies is wat ze doen voor wie, of nog vrijer vertaald welk probleem ze oplossen voor welke specifieke persoon, als daar heel veel zinnen en een paar minuten tijd voor nodig is, ja, dan is daar heel veel winst te behalen. En dan weet ik ook al vaak waar het verder aan schort. Eén ding weet ik vaak ook zeker: er is over het algemeen heel weinig resultaat in euro's op de bankrekening. Daar gaan we het in een andere video nog wel over hebben. Dus, bottom line in deze video, waardepropositie. De waardepropositie canvas is een hele mooie tool hiervoor. Maar je moet, dat is echt je moet, je wilt niet, je moet heel specifiek kunnen zijn. Wat is het precies wat je doet voor wie? Welk probleem los je op of welke behoeften bevredig je? Want als je geen probleem oplost en je behoefte, bevredigt geen behoeften, heb je sowieso geen business. En als je komt zoals heel veel ondernemers vanuit eigen perspectief. Oh, ja, dit zou ik wel leuk vinden? Ja, ik weet niet of de markt voor is, maar eh, dat ga ik wel zien. Um, ja, dat is vaak redelijk kansloos. Dus ik ga deze video niet gebruiken om het hele waardepropositie canvas uit te leggen. Maar ik wil je één opdracht meegeven. En dat is eigenlijk de vraag: schrijf eens op, kan jij heel kort en bondig nu opschrijven of vertellen wat jouw waardepropositie is? Dus wat jij precies verkoopt voor wie. Welk probleem, pleem, zo. Welk probleem jij oplost voor wie. En schrijf dat eens op voor jezelf. En is dat duidelijk? Laat dat eens aan iemand anders lezen. Aan je partner, aan wie dan ook. Laat het eens lezen. Hé, hey, als je dit zo leest, is dit duidelijk? Ah, misschien kan het beter. En als je hier hulp bij kan gebruiken, dan stuur me even een DM. Dan stuur ik je een blogartikel link. Want ik heb hier een heel uitgebreid blog over geschreven. Die is ook echt goed gerankt. Die wordt echt goed gelezen. Ik krijg zelfs regelmatig berichten van studenten, van business school studenten, die de blog vinden op Google en mij om input vragen. En ik heb er ook een hele uitgebreide podcastaflevering over opgenomen, waar ik echt heel specifiek de diepte in ga. Dus als jij niet goed genoeg kan beantwoorden wat het precies is, wat je doet, voor wie, en het resultaat ook op de bankrekening en in je tijdplanning, en als het resultaat uitblijft, dan wil je hiermee aan de slag gaan. Dan gaat een absolute gamechanger voor je zijn. Ik had beloofd om nog heel even hierop terug te komen. Dit is het prototype van het gloednieuwe Lifestyle of Business model. Het model waar de hele methodiek aan opgehangen gaat worden... en waar zelfs een boek over geschreven gaat worden. Later dit jaar, zoals het nu lijkt. En dit model is de leidraad voor onder andere al dit soort video's. Aan de ene kant hebben we de stropdas... van vakman naar leider in je bedrijf doorgroeien om meer misbaar te worden. Bestaat uit zeven pijlers, waarvan het persoonfundament er één is... Heel belangrijk. Een paar video's al over gedeeld hier. Het fundament van het bedrijf, waar de waardepropositie onder valt. We hebben onder andere nog marketing, sales, productiviteit. Financiën en uitbesteden, slash team bouwen. Daar ga ik allemaal nog heel veel meer over delen. Dus hey, als je dit interessant vindt, dan ga je de rest ook machtig interessant vinden. We hebben onze vier lifestyle of business tegenstrijdigheden. Daar ga ik nu niet dieper op in. En we hebben nog een 8,5 op ieder vlak, oftewel de slipper uit ons logo. En ook daar, dat zijn opgebouwd rondom de vier levenspijlers: gezondheid, bankrekening, relaties, geluk, zingeving. Ook daar ga ik nog heel veel over delen. Zo, dan ben jij nu alvast op de hoogte als een van de eerste van het prototype van het nieuwe model. Ik wil je bedanken voor het kijken tot hier. Laat mij even weten of je met die waardepropositie aan de slag kan gaan. Stuur me een DM, een mailtje, WhatsAppje, whatever. Zou ik gewoon leuk vinden. Zien wij elkaar in de volgende video.